Ik kon echt mijn kont niet keren omdat het zo'n troep was met alle dozen. Ik kan hem toch beter even neerzetten. Au. Hij is echt lekker. Ik heb gewoon nu al buikpijn bij het idee dat ik veel ga drinken. Ik ben zo benieuwd naar de kamer. That's it. En nu jij. Leef jij nog? Hallootjes en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. It's been a long time. Ik heb even wat lekker de tijd voor mezelf genomen. En na mijn laatste video die ik had geüpload en er mega veel reacties waren echt insane. Veel lief, minder lief, alles. Maar ik heb het even allemaal een plekje kunnen geven. En het is nu weer tijd om lekker het vloggen op te pakken. Ik heb een hele leuke vlog. Maar ik dacht laten we gewoon de vlog even beginnen met een roomtour. Aangezien er veel is veranderd in mijn kamer, er veel vragen over zijn. Dus heel veel plezier met kijken. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren om meer te zien. Veel kijkplezier. Daar zijn we dan. En het is tijd voor een roomtour. Want ik heb iets heel erg leuks te vertellen. Maar dit is zo vaak aangevraagd dat ik het maar eventjes ga doen. En het is realistisch. Ik heb mijn kamer niet geweldig opgeruimd. Maar dit is hoe het eraan toe gaat. Hoe het eruit ziet. Op dagelijkse basis. Meer dan dat gaan jullie niet krijgen. Nou, laten we gewoon eventjes doen alsof we mijn kamer inlopen. En dan zie je dit. Deur achter me dicht natuurlijk. Kijk, hier beginnen we dus al. Elastiekjes door heel mijn kamer. En lenzen op mijn bureau. Maar als je gelijk binnenkomt, links is mijn bureau. Met daaronder een kruk die ik er dus uit kan schuiven. Maar ik heb gewoon al mijn ruimte om hier te lopen. Op mijn bureau heb ik wat boekjes liggen. Een kaars, mijn iMac, MacBook, lampen, accu's. Een houder voor mijn koptelefoon, maar die ligt nu hier aan de lader. En hier nog een kastje met een lampje erop. Nou, die is wel gezellig. Zal ik hem even aandoen. Nou, hier liggen gewoon wat random dingen op. Mijn supplementen die ik elke ochtend neem. Hier liggen mijn pyjama's in. En hier is dan mijn bed. Hier is ook een verandering in. Ik had namelijk een kleiner bed. Maar ik heb een hele leuke samenwerking met Emma. Die zullen jullie vast wel kennen van alle bedden, kussens, toppers. Echt een super mooi merk. En de bedden zijn echt fantastisch. Maar aangezien ik bijna uit huis ga, maar nu al een nieuw bed koop, is een beetje enthousiast. Heb ik mijn moeder en Alex heel erg blij gemaakt met een bed. Maar daardoor kreeg ik hun oude bed. Want het was natuurlijk zonde om die weg te doen. Maar ik vond het ook zonde om in mijn kamer een heel nieuw bed neer te zetten als ik bijna wegga. En ik vind het altijd net zo leuk om dan een van mijn ouders ermee blij te maken. Dus ik vroeg aan mama of zij misschien een nieuw bed wilde. En haar antwoord daarop was heel enthousiast. Dus dat hebben we kunnen regelen en ik laat jullie die straks eventjes zien. Het beddengoed dat erop zit komt jullie misschien wel bekend voor. Dat is namelijk met mijn eigen collectie met Gingy. Dus dat zit erop. Nou, dit hing er altijd al. Ik heb wat van mijn favoriete tasjes eraan gehangen. Hier nog een kastje en hier mijn kledingrek. Hier heb ik wat blouses aan hangen en mijn blazers. Er ligt een cover op de grond, maar hier ligt al mijn kleding in. Dit zijn mijn broeken, mijn lange shirts, mijn korte mouwen shirts en mijn rokjes. Dan draai ik me weer om naar de deur, want aan de andere kant van de deur staat mijn make-upkast. Grapje, ik zeg het verkeerd. Dit is mijn make-upkast en dit is mijn skincare en haar. Het zijn dus twee kastjes op elkaar en dit is echt perfect, want het bovenste kastje is volledig skincare en het onderste is volledig haircare. Dit hing er ook al, dus dat kwam nog perfect uit. En ik heb eindelijk weer ruimte om in mijn kamer te gaan staan. Want ik kon echt mijn kont niet keren omdat het zo'n troep was met alle dozen. De echte Jade Anna, of ik moet eerder zeggen Forever Jade fans, die weten nog dat hier een inloopkast is. Alle vakjes hierboven is sportkleding. Dan heb ik hier truien, joggingbroeken en nog meer truien. Nou, dit zijn eigenlijk, nee, dit heet de truien en dit heet de sweaters. En daarachter nog wat winterjassen en nog meer winterjassen. En dat is dan op dit moment eigenlijk mijn kamer. Vroeger had je natuurlijk echt een goal, 's nachts. En dat was om tussen je ouders in te mogen liggen. Als je dan niet kon slapen, was echt mijn smoes. Mama, ik kan niet slapen of ik heb een nachtmerrie. En dan mocht ik in mijn moeder in bed liggen. Want je ouders in bed ligt altijd beter. Super grappig, want Noora heeft Ros, haar vriend, ook een bed van Emma gegeven. Waar die echt heel erg blij mee was. Dus heel onze familie stapt eigenlijk over op Emma bed. Ik ga jullie bed even laten zien. En daarvoor moeten we naar mijn moeder haar kamer. Deze dus. Hier achter me staat het bed. Ik ga even beter licht maken. Voordat ik het bed ga laten zien, Emma heeft een wintersale. En dat houdt in dat van 1 januari tot 30 januari, dus 1 maand, er tot 50% korting is. En met mijn code JADEANNA10, allemaal in hoofdletters, krijg je daar nog eens 10% bovenop. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Mega hoge korting. Dus neem zeker even een kijkje. Hoe fijn is het om het jaar te beginnen met een hele bedroom makeover. Klinkt voor mij als muziek in de oren. Ik heb het er zelf gedaan. Mama heeft het gedaan. Noora heeft het gedaan. Nou jongens, dit is het bed dat ze hebben uitgezocht. De Emma Deluxe Storage Bedspring. En ja, ik zeg storage, want kijk hoe handig dit is. 1, 2, 3. Hieronder is dus allemaal ruimte voor bijvoorbeeld beddengoed of andere dingen. Mega handig dus als je niet heel veel kasten of iets in je kamer hebt, dan kan je lekker veel kwijt onder je bed. Nu zou je misschien wel denken, hey, waarom heb je
hier geen kussensloop omheen? Nou, dat is omdat ik jullie nog even wat wil uitleggen over dit kussen. Dit kussen is namelijk voor iedereen aan te passen. Het is een drielaags kussen, maar door lagen eruit te halen kan je hem volledig aanpassen op hoe jij het lekkerst ligt. Ik weet dat mijn moeder echt gehecht is aan een kussen. Je moet een zo hard mogelijk kussen. Dus die heeft er lekker 3 lagen in zitten. Maar als jij hem dus wat zachter wilt of een buikslaper bent, dan kan je er de lagen uithalen. En dus is het gewoon eigenlijk perfect voor iedereen. Mijn moeder en Alex hebben dus ook beide voor dit kussen gekozen. Ik heb hem alleen maar die even in de kussensloop gelaten. Maar zo ziet hij er dus uit. Op het bed zit ook nog een topper. En dat is deze. Ik vind een topper op een bed altijd heel erg belangrijk. Want het ligt gewoon echt 100 keer beter. En chill aan deze topper is dat hij een zacht en een harde kant heeft. Dus je kan hem gewoon omdraaien wat je lekkerder vindt liggen. Ondertussen doe ik weer even de kussensloop eromheen. Want anders krijg ik weer te horen dat ik van haar kamer een zootje heb gemaakt. En dat moeten we niet hebben. Het enige waar ze nog even aan mogen werken is de verlichting in deze kamer. Want ik sta hier met mijn mooie lampje, omdat ik anders dit bed niet op beeld krijg. Anyways, ik had het wel geweten. Tot 50% korting op de website van Emma. En met de kortingscode JadeAnna10 nog eens 10% erbovenop. I'm just saying. Good morning. Dat zeg ik terwijl het avond is. Maar oké, ik start eigenlijk altijd mijn vlog in de ochtend. En ik begin altijd met goedemorgen. Dus bij deze ook. Het is alleen op dit moment, laten we checken, 7:07. Jullie zien in mijn bed heel veel kleding liggen. En dat komt omdat ik morgen naar een hotel ga met Bibi. Want we gaan namelijk naar de Vrienden van Amstel. Ik zie dit elk jaar al voorbij komen. Mijn moeder is er wel eens geweest. Vrienden zijn er wel eens geweest. En iedereen raadt het aan. Alleen ik was nog geen 18, dus ik mocht nooit heen. Maar dit jaar, jongens, mag ik voor het eerst heen. En ik heb er vet veel zin in. Ik ben echt opgegroeid met Nederlandse muziek. En altijd als er Nederlandse muziek op komt, dan weet ik gewoon niet hoe ik het ken. Maar op een of andere manier zing ik het mee. Dus ik ben een soort van voorgemaakt. Ik heb net lekker gedoucht en voor het eerst zelf ten opgedaan. En alvast voor alle vragen, ik heb deze gebruikt van Rob Bruun. En dat is dus ja, voor het eerst dat ik het over heel mijn lichaam heb gedaan. Ik heb wel zo mijn gezicht gebruikt, maar nog niet op de rest van mijn lichaam. Dus ik heb... Oh my god, jullie kennen het gevoel waarschijnlijk wel. Ik wil zeggen, jullie kennen het gevoel niet, maar we're all human people. Dus waarschijnlijk wel. Als je net hebt geschoren en dan lekker in je bed duikt. Maar ik heb dus ook... Ik heb van mijn benen... Nou, ik heb echt heel mijn lichaam gezelfbruind. Ik heb gedoucht, mijn haar gesteld. En ik heb zelfs mijn teennagels gelakt. Maar ik doe dichte schoenen aan, dus... Ik weet niet waarom. Ik moest dus nog een outfit hebben. En ondanks dat zeg maar heel mijn kast vol hangt, wist ik niet wat ik aan moest. Dus ik ben nog naar de winkel gegaan. En ik heb daar 3 topjes gekocht. Namelijk alle 3 van Heer & Preston. Deze body in het taupe. En dan zit hier nog een logootje. Ik vind het merk gewoon echt super mooi. Ik heb die body ook in het zwart. En die doe ik morgen aan. Kijk, en dan met dit mouwtje. En dan heb ik nog de corset top daarvan. Ook super mooi. Want dan vraag je je af waarom allemaal Heer & Preston. Nou, ik heb dit rokje nu al denk ik 3 maanden. En ik heb hem pas 1 keer aangehad. Omdat ik gewoon niet weet hoe ik hem moet stylen. En ik vond het leuk als het dus ja, eigenlijk hetzelfde topje is als wat hier staat. En dat hebben ze. Dus die bodies. Dit zijn de items die ik allemaal mee ga nemen. Want ik weet wat ik aandoe, maar ik ken mezelf. Op het laatste moment denk ik, nope, this is not it. Dus voor de zekerheid neem ik extra dingen mee. Ik moet het nog eventjes in een tas doen. Mijn make-up heb ik ingepakt. Dat ga ik wel dicht doen. Oh nee, skincare moet er nog bij. Belangrijk. Ik heb hier mijn make-up bag. Maar hier moeten even wat dingen van overgezet worden. Namelijk dit allemaal. Dan heb ik mijn essentials. Die doe ik hierin. En morgen doe ik de rest. Oh. Voor nu ga ik lekker mijn bed induiken. Mijn telefoon aan de lader doen. Mijn camera aan de lader. En eigenlijk moet ik ook een powerbank mee, bedenk ik me. Kom morgen wel. Nou, goedemorgen. Ik word wakker en we hebben geen stroom meer in huis. Alleen in jouw kamer niet. Alleen in mijn kamer niet. Ja. Jij zegt, ja, dat heeft ook geen licht. Ik heb wel licht. Alleen ik heb geen licht. Alleen jij hebt geen licht. En niet alleen licht, maar ook geen stroom. Oh, kijk, het is heel raar. Opeens gaan er soms dingen er bij mij knipperen. Maar ja, een of andere stroom is stroom, denk ik dus. Nou, gelukkig heb ik geen licht nodig als ik ga slapen, maar... Ik werd vanochtend om 5:30 was ik klaar wakker, maar ik kon gelukkig nog doorslapen. En het is nu 9:50. En ik ga over een uurtje sporten. Dus ik ga er lekker uit. Eventjes rustig wakker worden. En dan me omkleden. Zo, ik ben mijn bed uit. Ik had laatst op mijn story gezet dat ik op zoek was naar meer sportkleding. En dan vooral met een open back. Omdat ik dat wel heel erg mooi vind.
En vind ik ook lekker zitten dat als ik mijn rug train, dat er niet van die irritante dingen in de weg zitten. Maar deze, ik heb van meerdere merken wat opgestuurd gekregen. En ik ben vooral heel benieuwd om te testen en ik ga het lekker met jullie delen. Als eerst heb ik deze van Fitastic. Met daarbij ook een zwart broekje, dus dat ga ik eventjes aantrekken. Ik ben echt zo benieuwd naar hoe dit zit. Ik heb het nu aan en dit is echt prachtig. Dit topje... Ik kan hem toch beter even neerzetten. Auw! Dit topje is echt amazing. Ik krijg mijn lens in doen, want eigenlijk zie ik niet zoveel aan sokken aan. Ik hou dus eigenlijk niet echt van lange mouwtopjes, maar dat is meer omdat ik het dan gewoon echt super warm krijg. Maar als ik het dan combineer met een korte broekje, dan vind ik het dus wel weer heel lekker. Maar mij zie je niet een lange mouwen top en een lange mouwen broek dragen. En als ik het wel doe, dan word ik gedwongen. Dus stuur me dan even een berichtje of het goed met me gaat. Terug van sporten. Ik heb mijn koffer ingepakt. Ja, ik had dus geen kleine koffer meer. Dus dit is de koffer geworden. En we gaan op naar Rotterdam. Eerste ding van de trap overdragen. Voor één dag, hè? Ja, dus één nachtje. Ook echt één avond, want morgen doe ik een jongpak aan. Ja. Wel heel veel zin in. Ik ben dus echt letterlijk uit de sportschool gelijk zo. Ik ga in het hotel douchen. Ga van alle faciliteiten gebruik maken. Even de waterrekening leegtrekken van ze. Scheelt hier weer. Oh, dit is wel chill. Thanks. Ja, tot hier hoor. Niet verder. Tot hier. Alsjeblieft. Dit kan je echt goed. Ja, je meende het ook echt dat je zei tot hier en niet verder. Dat is nog wel erg. Oké, gelukt. We zitten in de auto. Beide lekker... Oh, jij belt je normaal aan. Nou, normaal. Ik ben lekker in mijn joggingpak. Maar we hebben één probleempje. We moeten dus naar Rotterdam rijden, maar... Mijn CarPlay doet het niet. En ik moest hiervoor al eigenlijk naar de dealer, want ja, hij deed het al een paar dagen geleden niet. Maar ik dacht, dat komt wel weer goed. En dat was ook zo, tot hij er eergisteren weer mee stopte. Ja. Dus nu heb ik een probleempje eigenlijk. Zijn ze dat als je doet? We willen gewoon alvast de Vrienden van Amstel luisteren in de auto. Ja, maar muziek doet hij wel, alleen de apps niet. Oh, de... Mijn navigatie. Maar dan moet ik die van de auto gebruiken. Maar het is toch raar dat hij het niet doet. Kleine pitstop bij Starbucks. Natuurlijk. Ja, dat moet even. Anders kan het niet. We moeten wel goed voorbereiden. Ja, goed bodempje. Goed bodempje, ja. Oh, wat heerlijk. Ik vind koffie dus helemaal niet lekker. Maar ik had laatst een iced brown sugar shake en espresso. En die vond ik lekker. En ik heb nu ook nog met almondmelk en blond roast. En dit is echt geweldig. Mm. Een proefje? Hij is echt een lekker. Proefje? Dit is toch helemaal niet grappig? Wat is hier grappig aan? Ik lach gewoon, ik snap niet zo. Oh nee, de camera moet echt uit. Wat is dat grappig? Een proefje? Wat de fuck is een proefje? Wil je een slokje of wil je proeven? Een proefje? Wil je een proefje? Oh, lekker proefje. Ja, ham. En een banana bread. Banana. Heerlijk. Aangekomen in het parkeergarage. En we gaan naar het hotel toe. Ik ben hier dus wel eens eerder geweest. Ik heb hier eens wat Noora geslapen. En met Gio volgens mij ook. En het is echt super mooi. En ik heb dus ook een kamer geboekt waarin we uitkijken op de Erasmusbrug. Want dat moet natuurlijk wel. Een klein clichéetje. Dus, oh. We gaan naar binnen. Ik vind het sowieso echt een heel mooi gebouw. Hoe fancy. Maar, waar moeten we nou heen? Oh, met de lift. Ja, met de lift naar beneden volgens mij. In de lift, we gaan naar de 18e etage. Ik ben zo benieuwd naar de kamer. Ook. Echt, can't wait. En daarna gaan we even lekker wat eten. Fastpass. Nou, dat is wel nice in een hotel. Fast. Zullen we dan extra snel? Ik hoop ook gewoon niet dat ik zomaar nu wel hoogtevrees heb. Ja. Ze vroeg aan mij, hebben jullie hoogtevrees? Want dan krijgen jullie een hoge kamer. Ik zo, nee joh. Maar ik weet dat de vorige keer zat ik hier ook en toen vond ik het dus best wel hoog. Maar dat gaan we gewoon negeren. We doen het gewoon. Daar gaan we. De kamer in. Oh, wacht even. Dit gaat niet goed. Zo. Kijk eens aan. How pretty. Oh my god, en het uitzicht. Dit is echt geweldig. Op de stad. Nou, hier kunnen we wel lekker vertoeven, hè?
zoals jullie misschien wel weten, drink ik bijna niet meer. Maar vanavond is een uitzondering. Ik heb gewoon nu al buikpijn bij het idee dat ik veel ga drinken. Maar we hebben alsnog dit besteld. Het is nog geen 4 uur. Ja, maar je moet toch... Je moet het al goed beginnen. Hé, hey, gaan we niet proosten? Oh. Proost. Hey, neem jij even een proefje. Oh, is wel heel lekker. Oh, kutjoy. Dat smaakt naar meer. Shit. Ik wist niet of iets was. Ja, ik hoopte dat ik hem niet lekker had gevonden. Nee. The girls are ready. Ik heb jullie even niet meegenomen in het proces, aangezien het heel erg chaotisch ging. We hebben 36 keer een nieuwe outfit aangedaan. Fuck. Like always. Met we bedoel ik vooral Bibi. Maar, ja. Dit is het geworden. Het topje wat ik jullie vertelde. Deze van Heren Preston. Op het rokje van Heren Preston. En ik heb mijn boots aan van Lofies. Ik wil eigenlijk andere aan. Maar ik vind dit toch wel leuker. En dit is de outfit. En ik heb mijn oorbellen in van Frankie's. En mijn ringen. Fendi. Deze weet ik niet. Lofies. Dior. En Cartier. That's it. En nu jij. En nu ik. Je gaat het niet nu weer vinden. Deze... Nee, toch? Oké. Okay. Anders kunnen we het toch wel even opnieuw doen. Nee. Nee, het zakt zo uit. Dat is goed. Ja. Ik weet eigenlijk niet van welk merk mijn pak is. Kijk eens achter. Bij Rijnders Food Fashion. Ja, hij komt van Rijnders Food Fashion. Ja. Maar ik weet niet waar die... Ja, inkoop. Het is gewoon inkoopmerk. Ja, nou ik heb hem bij Rijnders Food Fashion gekocht. En je oorbellen en je ketting. Mijn oorbellen en mijn ketting kopen van? Bruno de Leeuwel. Nou, daar dus van. En de schoenen? Ik heb geen zijn het van mama? Ja. Ik heb ook geen idee waar het van zijn. Gesponsord door Edith. Dus dit is de look. Ik ga nog denk ik wel een jasje erover. Zou ik een jasje aan doen? Of gewoon mijn jas? Jas. Gewoon alleen je jas. Ja. Oké. Okay. We're ready. We gaan even een Uber pakken. En dan naar Ahoy. Want daar is het. Yes. Ik heb ervoor gekozen om mijn camera hier te laten. Aangezien ik een klein tasje mee heb van Jacques Mus. En het is natuurlijk Vrienden van Amsterdam waar we heen gaan. En het is daar chaotisch. En ik wil niet dat ik straks mijn camera ergens neerleg en hem kwijt ben. En dit is het tasje. En hier past precies mijn geduld in. Goedemorgen, we leven nog. Op het nippertje. Is dat zo? Leef jij nog? Fysiek staan we hier. Mentaal? Ja. Niet. Nee, we hebben echt een hele leuke avond gehad. En dansjes, drankjes, dat. Je kent het wel. Je kent het wel inderdaad. We gaan nu lekker uitchecken. Ik heb mijn joggingpak aan en mijn make-up van gisteren op. Want het zat gewoon nog goed. En ik heb dit nog nooit gedaan. Maar ik heb dus een fixing spray. All Nighter heet die. En hij is dus ook echt een All Nighter. Geweldig. Maar ja, tijd is om uitchecken. Ik ga mijn koffer dicht doen. En even nog één keer de kamer doorlopen voordat ik weer iets vergeet. Want ik vergeet echt altijd iets. En dan gaan we lekker uitchecken. Wat zei jij net? Spierpijn. Ik ben spierpijn, maar... Wat ben je net? In je hammies. We gaan lekker eventjes een stukje lopen. We gaan ontbijten bij mijn favoriete tentje in Rotterdam. Bij Surfed. Maar het is 25 minuten lopen en dan denk je, wat fuck, dat is echt ver. Maar anders zitten we in de auto en maken we weer geen stappen. Want ik weet zeker dat als wij thuis komen dat we niks meer gaan doen. Dus we gaan lekker eventjes de stad in lopen. Volgens mij is het ook wel een leuke route. Daar lopen we dan, over de Erasmusbrug. Ik heb hier nog nooit overheen gelopen. Nee. Ik heb hier alleen gereden, maar dit is wel leuk. Moet ik toegeven, ja. Nou, we zitten lekker. Tijd voor een gemberstortje. Dit is echt... Ja, ik kijk hier zwaar tegenop. Maar we gaan het doen. Hij is wel echt heel schoon. Ik heb nooit zo'n shop gehad. Oh, ik neem altijd uit de supermarkt, maar niet zo. Nee, ik ook niet. Heerlijk heb je eens gegeten, we gaan even een bijenkorf in. Ik moet even mijn hand boven de microfoon houden, want mijn pluisje is eraf. Maar ik moet een cadeautje nog halen voor Noora. Voor kerst nog. En het is niet in Amsterdam te verkrijgen, dus we gaan nu even kijken in de bijenkorf van Rotterdam. We zijn in de wasstraat, ik weet niet of jullie het horen, maar het was echt hoog nodig. Want mijn auto is wit, maar hij was ondertussen een soort van grijs. Dus hij wordt weer schoon, maar ik vind de wasstraat echt... Ik vind het leuk, maar ik vind het ook eng tegelijk. Want waarom weet dit ding waar hij moet stoppen en hoe dichtbij hij kan komen? Ik snap het niet. En ondertussen gaan we even luisteren naar lekkere muziek. Je weet het is het.
En ik ben weer lekker thuis. We zijn lekker naar huis toe gereden. We hebben thuis nog lekker gezellig gegeten. En nu, kijk, is het licht daar. Is het tijd om lekker te gaan slapen. Het is 11:15. Ik ga lekker in mijn bed liggen en nog even op mijn telefoon voordat ik het weet. Het is alweer 12:00 geweest, dus ik dacht als ik alvast in mijn bed ga liggen, ben ik in ieder geval ready om gelijk in slaap te vallen. Ik heb het echt mega gezellig gehad. Echt heel leuk. Dat was de vlog. Ik ben klaar met editen. Ik sluit het even af via mijn telefoon. Want dat is een standaard ritueel. Ik moet dat gewoon blijven doen. Ik ga nog even douchen. Ik vlieg namelijk morgen naar Barcelona toe. Misschien dat ik daar ook ga vloggen, maar hou me er niet aan vast. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren en te liken als je de video leuk vond. Ik ga hem afsluiten. En dan zie ik jullie ook sneller. Doei!